Waar ik gebleven was, want het verhaal wordt echt nog veel speuren. Tot op die bodem. Ja, Turks. Ze zijn ook net zo goed Italiaans, Mediterraans, Grieks of Frans op een van de Turk Trust. Is dus ontdekt in de Chrome browser. Wat achteraf bleek dat men een CA-certificaat, dus een host-certificaat had uitgekeken. Hier zie je dus eigenlijk dat de subject van de uitgever van het certificaat, wat dus eigenlijk bedoeld was voor de website iets.ego.gov.tr met certificate signing aangezet, CRL signing aangezet en de CA is true. Dus dat komt er gewoon op neer dat dit een CA certificate is. Maar met toevallig als enige interessante signaturen hier dat het voor iets anders bedoeld was, voor een ander type host, door die CN is sterretje.ego.gov.tr. Dat zie je, dat die wildcard gebruikt, dat zie je gewoon niet in CA's. Dat is alleen maar iets voor hosten. Omdat dus de tools, de browsers, curl en alle soort andere systemen, die maken daar dus gebruik van, die doen die controles. Nou, dat was toen gevonden. Turk Trust die heeft een audit gehad in augustus en doorstaan. Dat vind ik nog het meest frappante, dat er dus niks op aan te merken was. Althans, zover we weten, in ieder geval op dat punt was er niks op aan te merken. En was het een prima draaiende CA. De gein is, net daarvoor, in juni, hebben ze dus testprofielen aangemaakt. Gebaseerd op wat ze gezien hebben en wat ze gebruikt hebben in de productieomgeving. Dat was dus om mooi te kunnen testen en wat dingen te kunnen doen. En op 8 augustus 2011, klopt dat met die cijfers ernaast? Ja, dat klopt wel. Op 8 augustus 2011 zijn er 2 host certificates gesigned, per ongeluk met de testprofielen in de productieomgeving. Daar is het dus misgegaan en er zijn dus 2 host certificates gesigned met de CA's true feature. 10 augustus is de fout op zich ontdekt. Er is een update gedaan intern voor wat ze dus mogelijk gedaan hadden. En hetgene wat ze dus ontdekt hebben is dus dat die testprofielen zijn gebruikt in de productieomgeving. Wat ze niet hebben gevangen, is dus dat er nog 2 host certificates zijn geleakt, zeg maar, naar de gebruikers toe. Die zijn gewoon netjes uitgegeven. En ze hebben even gezien dat dat gebeurd was. Ze hebben dus in november, na die foutontdekking in hun procedures, hebben ze dus een re-audit laten doen. En toen waren ze ook weer netjes gecertificeerd en alles was goed. Op aanvraag van de klant zijn 1 van de 2 certificaten revoked. De andere dus niet. En tot en met 6 december werden deze certificaten dus gebruikt in een exchange omgeving. En we zitten ons nog een beetje af te vragen, waarom heb je nou je certificaat aangemaakt voor je exchange omgeving? Pak je de keys en alles op en gooi je het daarna in een checkpoint firewall. De grap van de Checkpoint Firewall is dat hij een hele leuke feature heeft, waarop je dus inderdaad de certificaten leuk kan gebruiken. Aan de ene kant kun je dan denken aan het management gedeelte, aan de andere kant is een andere leuke feature. Hoe dan ook, de certificaten zijn in ieder geval vanaf 6 december zijn ze dus in dat andere apparaat. De meneer van Checkpoint die kan het altijd het beste uitleggen. Ze hebben namelijk iets dat heet HTTPS inspection. En dat komt er gewoon op neer dat ze dus, ook al heb jij dus inderdaad een beveiligde verbinding opgezet, hebben ze een leuke truc bedacht om dus daar tussen te gaan zitten.
En dan kunnen ze dus inderdaad jouw SSL kunnen ze gaan terminaten met de firewall. En vanaf daar kun je weer verder gaan. Het net op. En de firewall, die is dus degene die dus uiteindelijk echt aan het internet is met SSL. Dus stel dat je naar een verkeerde website gaat, of er gebeurt iets, je moet er maar op vertrouwen dat de firewall dit netjes doet. Je moet er ook maar op vertrouwen dat de firewall dus inderdaad jouw wachtwoorden die jij aan Google geeft, je eigen wachtwoorden of aan je eigen bank, dat het dus niet daar blijft hangen en bij de systeembeheerder uitkomt. Uiteindelijk is het een soort van man-in-the-middle attack as a feature. En dit filmpje is van YouTube, van Checkpoint, waarin dus inderdaad deze feature wordt uitgelegd. Heb je nog iets over Blue Code in je presentatie zitten? Uiteraard heb ik iets over Blue Code zitten. want er zijn meerdere dingen. Palo Alto systemen doen het dus ook. Het is dus uiteindelijk hoofdzakelijk bedoeld om bedrijfsgeheimen niet te kunnen laten delen via Facebook en allerlei andere systemen. Maar dat ze dus een soort van controle hebben op hun rand van het bedrijf en zeggen, sorry, maar als bedrijfsgeheimen willen we niet via wat voor weg dan ook het pand laten verlaten. En dat is wat ze proberen tegen te gaan met deze feature. Uiteindelijk moeten we Google weer eens dankbaar zijn voor deze meldingen. Die heeft dat probleem aangekaart. Dus een Google-medewerker heeft dit gedaan na een melding van iemand aan Google dat dit probleem speelt. En Mozilla Foundation die heeft heel simpel gezegd, jullie gaan nog een keer een extra audit bij ons afnemen, want anders hoeven jullie als Turk Trust met jullie twee root-CA's niet meer terug te komen binnen onze Firefox-omgeving en Thunderbird. En Firefox en Thunderbird, zeg maar, vooral Firefox, die, hoe zou ik maar zeggen, dat is al jaar en dag al de partij geweest, browser geweest die als voorbeeld dient voor Internet Explorer, Chrome, Opera, met welke CA's en certificates zij precies gaan accepteren. Zit je niet in Firefox, dan heb je het op zich erg lastig in die wereld. Daarnaast ben je gewoon je business kwijt als je er niet in zit. Turk Trust verdient geld doordat zij al in die browser zitten met hun root. Dat is hun monetaire status, daar verdienen ze heel veel geld mee. Zit je er niet meer in, gaat je revenue gewoon laag. Mijn persoonlijke gedachte hierover was, oh my god, what the fuck. Want je hebt dus uiteindelijk dus waarschijnlijk een Turkse operator gehad, die dus een certificaat wat niet gecheckt is, in een checkpoint firewall heeft gezet, en vermoedelijk niet heeft gezien, ofwel, daar zijn ze nog niet helemaal over uit, of die wel heeft begrepen wat HTTPS inspection betekent. Niet iedereen spreekt in Turkije heel goed Engels. Ik denk als die firewall in het Duits was uitgenutst, dat het waarschijnlijk wel goed begrepen had geworden. Turkije is zeg maar Duits, duidelijk een sterkere taal voor de bevolking daar dan Engels. En we vermoeden dat dit een beetje meespeelt. Wie heeft er een Nokia Lumia? Of een Asha? Wie heeft er een Nokia? Okay, wie heeft een Opera Mini browser toevallig? Ergens in een Ericsson systeem? Ja. Good luck guys. Ergens onderin staat mijn naam in dat artikel. Maar het komt er in ieder geval op neer dat die Nokia Express browser, die gebruikt deze feature die we net hebben beschreven, die waarschijnlijk bedoeld was voor een Turks bedrijf, gebruiken zij dus vanuit browser naar Nokia toe in Finland en vanaf daar gaat het pas het internet op. Alleen bij de Opera Mini omgeving staat op de website hoe het exact werkt. De heren van Nokia hebben gezegd, vertrouw ons en kijk naar onze privacy policy. Niet echt helemaal hoe je met mijn SSL verkeer moet gaan. Hoe het werkt is dus, wij zijn als browser, heb jij een impliciet vertrouwen op de Nokia CA. Of voor de Opera Mini omgeving de Opera CA. Die zorgt voor een beveiligde HTTPS verbinding naar zo'n apparaat als wat ik net geschetst heb van Checkpoint of een ander apparaat. In dit geval is het een bedrijf dat overgenomen is door Nokia. En, ik weet even de naam niet meer wat het bedrijf was, maar het is een merknaam die ik niet zo vaak hoor. Die maakt dit soort dingen voor de telecommarkt.
Vermoedelijk gebeurt het ook als je bijvoorbeeld een Vodafone-branded telefoon hebt, dat je dus ook al een CA hebt ingebouwd van de Nederlandse Vodafone. Dat is hetzelfde. Hier kunnen ze dus SSL proxy gaan doen. Dan moet je dus denken aan een cache opzetten, dat als dus inderdaad al die files opnieuw langskomen, dan hebben zij dus gewoon een voordeel met de data en ze kunnen het eventueel gezipt uiteindelijk terug naar jouw browser gooien of, zoals de Opera Mini doet, in een ander formaat omgooien, zodat je Opera Mini browser dat netjes mooi kan weergeven. De Xperia browser van de Nokia die heeft die feature niet echt nodig, maar ze gebruiken het daar gewoon om dataverkeer te comprimeren en dan door te sturen naar jouw telefoon. Het scheelt jou gewoon data en het scheelt jou gewoon geld op zich. Wat je ervoor opgeeft is dus dat de SSL wordt getermineerd hier in Finland, bij een van de 10 servers die ze dus daar hebben staan. En daarna gaat het pas naar je bank. Yes. Dat geldt alleen maar qua HTTP-verbinding bij Open, niet bij HTTPS. HTTPS staat direct. Dat was in het begin anders. De Xperia doet ook de HTTPS. Open Mini is dat dan nog niet. Ja, dat precies. Staat hier voor de beschrijving. Nee, klopt. Maar oké, okay, nou. Ook daarvan is het nog een beetje twijfelachtig wat ze nou precies mee doen. Ja, ze gaat dus helemaal niet via hun service, het gaat gewoon weer steeds naar. Zit er niks tussen. Nee, oké. Okay, okay. Opera Mini, zover ik weet, was het gebruikt dus ook een andere proxy manier. Ga ik nu even opzoeken wat ze tegenwoordig voor gebruiken. De laatste keer dat ik Opera Mini heb gebruikt is een Wireshark, dus een jaar of 6. Ik weet niet of ze het toen ook al deden of geprobeerd hebben, daarna uit hebben gezet voor de privacy concerns en zo. Ze hebben het gedaan in het begin. Wat de Xperia browser nu doet, en dit hebben we getest. Even kijken, wanneer was dat? December? Januari. Staat het ding erboven? 11 januari, dus een vrijdag, 3 dagen daarvoor. Toen hadden we dit gehoord. Iemand die had het gewiresharkt, maar die had een hele slechte motivatie bijgegeven. Die snapte niet precies hoe alles werkte. Ja, niet iedereen geloofde hem gelijk, dus iedereen moest het een beetje gaan uitzoeken. Maar het komt er daadwerkelijk op neer, het was bevestigd door Nokia dat ze de HTTPS secured hier termineren. En dan moest het internet opzetten. Wat dan dus een verschil is met de Opera Mini browser. Dat moet je me net even weten, want dat staat dus in je privacy ding, maar ik weet niet of iedereen al die legal meuk leest. Ik heb het wel een keertje voor WhatsApp gelezen. Ik weet in ieder geval wat ze doen met mijn foto's als ik dat zat delen via WhatsApp. Dat kan ik dus inderdaad in tijdschriften verkocht terug zien komen. Het is niet voor niks een gratis service. Het werkt ook met Dropbox trouwens. Al je JPEG's ook lang dwars. Dus wat er in een kleine lettertje staat van Dropbox. Altijd spannend omdat het in kleine lettertjes zit. Er is een hele South Park aflevering geweest. Beetje. Oké. Slightly more serious business, in het kader van SSL zou je denken, ja maar mijn browser, alles met een browser, bla bla bla. En dan krijg je het volgende stuk. Neem bijvoorbeeld payment services. Wie heeft een webshop? Zelf een webshop. Niemand. Jammer. Maar ik het inderdaad wel eens willen weten hoe dat bij jou zit. Want, wat gebeurt er nou? Stel nou dat ik naar Ideal wil gaan, dan kost het me aardig wat geld om me direct te connecten naar Ideal en dergelijke. Op zich zijn de kosten niet zo hoog, maar toch, het kan verkoper. Verkoper is via een intermediate partij, hè? Een partij die ertussen zit en bulk inkopen doet voor Ideal of creditcard. Omgevingen bij de Visa, de Mastercard, die neemt. Die partij is degene die dus uiteindelijk jouw webshop mandje, of in ieder geval de waarde waar het naartoe moet gesluit, die gegevens dus ontvangt en dan doorstuurt naar de echte payment service van de creditcardmaatschappij. En het schijnt, ja, nou ik zeg het schijnt, maar het is gewoon zo. Er zijn namelijk payment services die dus, payment providers, die dus als business model hebben, ik gebruik HTTP of ik gebruik HTTPS. Ik vind het een beetje een slecht model. Ik heb liever dat je zegt in de aantallen en allerlei andere service features, maar waarom zou mijn baseline security nou gewoon niet HTTPS mogen gebruiken? Maar goed, dus er zijn dus webshops, kleinere webshops. Dan ben je dus met HTTP alleen maar bezig om dus je transfer te doen van je geld en je bankgegevens enzovoorts. En daarna pas begin je met Ideal.
Dan kun je dus manipulatie hebben van dat wat je betaalt. Dat waar het naartoe moet geshipped worden enzovoorts. Dus daar kun je leuk mee knokken. Dus voor een hele andere talk op zich om daarmee verder te gaan. Maar het komt in ieder geval op neer. Er is een research gedaan naar hoe werkt het nou precies met bijvoorbeeld de connectie van voor die payment providers, maar ook voor VPS management systemen bij Amazon. Wat blijkt, er zijn allerlei tools die niet correct alle checks doen die ik in de vorige slides heb beschreven. Ik heb deze paper gelezen. In de paper valt een heel aantal dingen aan. Een daarvan is de standaard Java omgevingen en hoe daar omgegaan wordt met keys en met ciphers en überhaupt met alle controllers. Sommige zitten er gewoon niet in. Maar ook bijvoorbeeld de connectie tussen PHP en curl. Stel nou dat ik een payment provider heb, dan vang ik dus data op en die moet ik weer doorsturen. Hoe dat vaak in elkaar zit is dat je dus een PHP website hebt, die vangt dus uiteindelijk de post op, de PHP-post van de webshop. En die moet het dan uiteindelijk iets mee gaan doen en die stuurt het dan naar de juiste payment provider. En dat gebruikt hij vaak curl. Stel nou dat je curl gebruikt, in ieder geval zoals het dan dus een paar maanden terug was. Dan was de standaard dat ze dus de goede veilige features en de veilige standaard defaults gingen overriden met de verkeerde defaults. Komt erop neer dat de PHP module implementators voor het curl stukje, die hebben de documentatie niet goed gelezen en die hadden eigenlijk de verificatie van het certificaat uitgezet. Oeps. Dus dat was een kleine bug. Het verschil was, zet er een 2 neer en dan was het goed. Zet er een 1 neer, dan is het een soort van ja, wel checken, maar als het misgaat, jammer. Maar we gaan lekker door. En 0, dan is het gewoon alles in testing mode, in debug mode en we gaan lekker door. Ook als het certificaat niet lekker klopt en met mijn connectie. Conclusie, ik kan peerjacking doen. Peerjacking houdt dus in dat ik gewoon zelf op een of andere manier die andere peer ga naspelen, de andere partij ga naspelen. Ik ga ertussen zitten als een man in de middel. En ja, niemand die dat kan zien. Althans, je kan het zien in je logfiles, maar alle tools gingen het negeren. Mijn kleine bijdrage in dit stukje is dat ik libcurl heb gepatcht. Ik heb dan alle SSL-code gelezen wat er in libcurl zit. En de vraag is gesteld, is dit RFC 2818 compliant? En doet libcurl dit? Of is het iets als feature van de SSL-library die ik gebruik? Want, ik weet niet of dat bekend was, maar er zijn nogal wat SSL-implementaties en de lijst is niet compleet. Want dit is de lijst van SSL-stacks, TLS-stacks die curl ondersteunt. Toevallig heel wat. AXTLS, die wordt gebruikt in kleine embedded systemen. Dat het een hele kleine implementatie is. GNU-TLS, iedereen die Linux gebruikt in de vorm Debian of Ubuntu, alle derivatives van Debian, die zullen een libcurl gebruiken standaard met GNU-TLS. Gebruik je een oude Red Hat systeem, dan is jouw curl met OpenSSL gebind. Heb je een nieuwe Red Hat, Red Hat 6 of moderne Fedora, dus die gebruik je NSS. NSS is wat er dus gebruikt wordt in Firefox en Thunderbird. Dat is van Mozilla. Polar SSL. Voor de mensen die weten wat Fox IT is. Fox IT? Wie vindt? Wat is het? Ron of Paul Bakker? Ik wil Bakker. Die begon met Polar SSL omdat ze dus bepaalde use cases hadden dat ze hun eigen SSL-implementatie moesten hebben voor hun eigen embedded systeem en allerlei andere oplossingen. Inmiddels is het een op zichzelf staand open source project. CIA SSL, ook een hele oude uitgediende. C, Jassel, ik weet niet hoe je het uitspreekt. QSO SSL, dat gebruik je in mainframes, IBM systeem. Ik denk aan AS, nog wat systeem. Windows Shell, nou, iedereen die Windows gebruikt, gebruikt dit normaliter. Gebruik je
OS X 10.6 en hoger, dan probeert hij zoveel mogelijk, eigenlijk is het al veel ouder, maar de meeste tools zijn omgegooid en omgepatcht sinds 10.7 om de Apple variant van SSL te gebruiken. En als je een iPhone hebt, dan is dit wat je gebruikt. En als je dus curl gebruikt op een iPhone om een eigen applicatie te maken in je iPhone, dan gebruik je indirect of direct gebruik je dus curl met die SSL packages. Ik heb ze allemaal bekeken. Het kwam erop neer dat als je AXT les had gebruikt, dat die geen controllers deed, die allemaal die hele zaakje checkte. Hij sloeg gewoon stukken over. Dus de certificaat werd wel gecheckt, dus de chain werd wel gecheckt, maar je kon peerjacking doen. Je kon dus die connectie, kon je ergens anders naartoe toveren. En dan kon je dus inderdaad nog steeds een oké krijgen uit curl. Ja, is goed. Ik vertel deze peer. No problem. Nu TLS, dan kon je het haast niet mee verkeerd doen. OpenSSL, verhaal apart, maar deed het wel. Maar alleen als je de optie nummer 2 ingeeft, want als je die andere halve optie geeft, dan doet hij de controle wel, maar hij zegt ja, is fout. Maar ik ga wel door. Ja. Doe het dan niet. NSS, dat was ook prima. PolarSSL was completely broken in dit opzicht. Allemaal gefixt hoor, dit. CA-SSL was ook niet goed. QSO-SSL, wel, dat is closed source. Ik moet een keer IBM bellen om dus inderdaad te vragen, goh, mag ik de API hebben en dit fixen voor iemand? Ik heb het niet. De Windows variant die was goed en de Apple variant die was ook goed. Dus nee, ik heb helaas geen exploit in iPhones en shit. Ga ik nog eens kijken naar hoe je nou omgaat met CDL's en OCSP, want dat is ook nog niet vanzelfsprekend voor al deze services en voor allerlei systemen. En wat ook wel spannend is, 802.x voor de EDROM gebruikers. Er zijn allerlei missing features en GUIs en dergelijke, en dat is ook allemaal heel spannend in SSL. Dit zal ik er een beetje snel voor doorheen gooien, de DigiNotar dingen. Mijn bizarre kijk op dit hele zaak. Somewhere in Iran. Hi! Today when I did try to log into my Gmail account, and so on, so do I get warning in Chrome. Dit lijkt dus erg op dat TurkTrust gedeelte. TurkTrust was dus uiteindelijk ver na DigiNotar. Maar het is wel heel grappig om de timelines juist andersom even te presenteren. Dan kun je dus zien dat men er dus blijkbaar geen flight van geleerd heeft. Hij heeft een screenshot en nog een paar andere dingen laten zien. Dit is zijn screenshot vanuit Iran. Ben je iemand die Farsi leest? Nee. Ik kijk naar de mensen met een leuke tint. Harder doorlezen hoor. Maar goed, het komt in ieder geval weer prachtige bookmarks. En hier zie je dus staan DigiNotar, RootCA en Invalid Service Certificate naar www.google. Even ingezoomd. DigiNotar Root, DigiNotar Public CA. En dan sterks.google.com. Ook weer zo'n mooie situatie dat ook weer hier geen relatie was tussen DigiNotar en Google. Certificate, oké. Okay. De TurkTrust omgeving dus ook. Gedetailleerd kijkende, hier zie je die flags, maar dan in volle tekst. Dus dan moet je even denken aan, oké, okay, ensures that the identity of the remote system proves your identity to a remote system. Dat is die TLS www client of server. Protects email, dat is ook een van die flags die je aan kan zetten. Maar het grappige is, dit is een slide window en normaal gezien heb je hier een aantal van die opties aanstaan en that's it. Maar in dit geval heeft de betreffende hacker waarschijnlijk gewoon gezegd all of it. Give me all. En zo gezegd, zo gesigned. Valid voor 2 jaar, dus je kon op zich theoretisch met dat ding 2 jaar lekker gaan knoeien. Er zijn een aantal CA's die bij DigiNotar bekend zijn.
qua subsidiëring dan. En een daarvan was dan die DigiNota Public CA 2025. Dat is dus degene die hier abused was. Je moet je dus echt bedenken, hij zat dus in Iran en ik ga nu internet naar Google en hij geeft zo'n warning. Ik vind het akelig als ik op vakantie zou zijn en ik zie het, maar hij leeft daar. DigiNota was een CA, voltooid verleden tijd. Een commerciële CA. Ze hadden dus een commerciële tak. Eigenlijk is gewoon alles wat ze deden was commercieel ingesteld. Ze waren geïnstalleerd als root CA in alles wat je kan bedenken dat een browser heeft of een CA store. Met Linux systeem, BSD's. Ze hebben voor private instellingen hun eigen CA's. Dus moet je denken aan advocatenkantoren. En ze zijn een sub-CA van de staat der Nederlanden. En dat werd gebruikt voor DigiD in de Belastingdienst. Uiteindelijk is dit een beetje gaan rollen. Na dat hele gebeuren. Om rond de 28e augustus 2011. Ontdekt op die e-maillijst, zoals ik net toonde. Je kon zien dat die 29 augustus kwam dat ding voorbij. En is het, was er gewoon weer een certificaat van uitgegeven. En de dag daarna is Fox IT begonnen met het onderzoeken van de systemen daar. En dat was op zich ook wel gelijk bedacht dat diverse browsers en omgevingen, en ik zeg omgevingen, omdat Microsoft natuurlijk wel meerdere opties en relaties heeft met DigiNota als CA eventueel. Niet alleen maar in je browser, maar ook allerlei services en tools bij allerlei bedrijven die KDS-systemen en zo. We moeten dus de vertrouwen van DigiNota hiermee dus intrekken. Dus ja, die browsers en meer. Dezelfde dag had Firefox zoiets van, doei, dag DigiNota. Hier hebben we een stukje code erbij, wat er bijgegooid is uit de CVS. Sorry, ik zeg CVS, ik bedoel SVN. Ik dacht dat ze nog, ja, ze gebruiken nog steeds SVN. En uiteindelijk komt het erop neer, hier heb je zo'n lijst van certificaten uit de chain die jij dus in je browser krijgt. En die moet gaan controleren voor die, van die host. En uiteindelijk komt het erop neer, als je ook maar iets ziet wat lijkt op DigiNota, dan heb je er eentje gevonden. En dan komt het er gewoon op neer, ook met die andere variaties, sorry, maar dan krijg je return security error, revoked certificate in één keer te zien. Wat ze er nog bij hebben gedaan is dat ze zeggen, nou volgens mij was de hack ergens tussen de 11 juli 2011. Dus ze zeggen als die tijd, dat die tijd gevonden was en het is daarna, dus na 1 juli, het certificaat uitgegeven, dan is het een onderdeel van die case. Dan krijg je de andere kant van de slimmering bij de overheid. Ik heb nog steeds een keertje zien te tracen wie dat nou is. Wie dat nou geflikt heeft. Ze hebben een kleine exception rule erbij gedaan, de dag daarna. Wat denk je dat die doet? Doe dat. Iemand? Trouwens, van de overheid is het volgens mij DigiD en dergelijke, dat die wel gewoon toegelaten wordt. Ik denk wel. Alle DigiNota dingen, revoked, eruit, wegwezen ermee. Behalve als het dus de staat der Nederlanden root CA heeft als basis. En dat is tricky. 31 augustus, als ik me niet vergis, was een dinsdag. Ja, dat is de dinsdag van de hele case. In die week was Fox IT net op een maandag begonnen. En de 31ste... hadden ze dus uiteindelijk de fix, of eigenlijk het hele indammen van het certificaat gebruikt, hebben ze half teruggetrokken hiermee. Maar de grap is dat het dus één grote kluisruimte was, met allemaal losse CA-kluisjes, waar dus iedere sub-CA in leefde. Dus een kluis in een kluis in een hardware security module. Kluis in een kluis in een kluis. Ik heb hier een andere meme over kunnen maken. En de grap is, ze wisten op dat moment aannemelijk, ik vind het niet aannemelijk dat ze nu al wisten dat deze CA
die hieruit voortkomt niet compromised was. Net als die andere commerciële DigiNotar-routes hier. Dat wisten ze toen nog niet. Het rapport werd pas op die vrijdag voor het eerst gepubliceerd, het interim rapport. Op de donderdag durfden ze er wat over te berichten. En de zwijnhuntjes wisten waarschijnlijk niet dat ze nu een patch naar de nightly builds en de Firefox updates voor iedereen op deze wereld gepusht hadden, met mogelijkerwijs aan de ene kant uitzetten van alles van DigiNotar, behalve als het voor echt hele belangrijke dingen ging. Zoals DigiD, belastingdienstaangifte, allerlei andere machine-to-machine communicatie binnen de overheid. Dat hebben ze waarschijnlijk nu hiermee allemaal weer toegelaten. Dus ja, wat, is dit goede risk management of niet? Ik kan het niet goed beoordelen, ik probeer er nog een keer achter te komen. Maar persoonlijke gut feeling zegt, dit is het meest foute wat je had kunnen doen. Het komt ook een beetje neer op het andere stukje wat ze bij Microsoft hebben afgesproken. Microsoft die heeft de optie om de regio Nederland niet een software update te geven. De software updates om dus DigiNotar te invalideren zijn op de dinsdag naar iedereen gepusht over de hele wereld, behalve Nederland. Want het zou maatschappelijke chaos op kunnen leveren als er dus inderdaad de DigiD ineens uitstaat, want DigiD wordt voor alles en nog wat gebruikt, dus voor alles en nog wat werkt het nu ineens niet meer. Die belastingaangifte staat ineens stil, allerlei andere aangifte en dingen om geld te kunnen toveren voor jezelf of subsidies aan te vragen stopt. Ik kan geen parkeerkaarten meer aanvragen. Het zijn de grote en ook de kleine dingen. Er zijn ook taxis geweest met een kastje aan boord. En daarvan gebruikten ze toevallig ook een CA van DigiNotar. Dat was een embedded device en ze hadden niet over nagedacht dat de CA ooit compromised kon worden. Dus er was geen update feature gemaakt. Ze moesten pak en beet 50.000 van die kastjes moesten terug in een nieuwe firmware fles krijgen. En dan krijg je nog het andere probleem, dat wat ik zei over die pathway constraints. Daar had ik nog een stukje nieuws mee gehaald. Ik zat momenteel in Salou, in Spanje. Zelf helemaal suf te twitteren. En dat het een hele interessante case was, en ja, ik ben zo iemand die op vakantie gaat met laptop. Ja, oké. Okay. Ik ga op vakantie met laptop en ik ging daarna even kijken hoe zit de keychain inderdaad precies in elkaar. Van de overheid tot en met DigiD komt dan ineens naar deze screenshot. Komt er dus op neer dat er dus geen pathlane constraint was ingesteld. En we wisten niet precies wat die hack aan het signen was, maar hij had wel heel veel certificaten gesigned. Als hij deze lecture had gevolgd, had hij waarschijnlijk ook My Personal Totally Legit Very Nice Subsidie gemaakt. Een stuk slimmer geweest ook. Had op zijn minst sexy punten voor de naamgeving gegeven. Maar het punt is, hij had één certificaat eruit kunnen halen en we hadden die ad hoc CA-distributie. Dus wat doe ik nou? Die staat in Nederland een goed CA, gaan ze niet zomaar invalideren, want dan heb je echt chaos. Dus wat heb je kunnen doen? Ik had die sub-CA daaronder, had ik dus iedere keer met die webserver meegegeven. Die daaronder ook. My personal totally legit very nice subsidie had ik ook iedere keer meegegeven en daarna een hoofdcertificaat voor Google of iets anders, you name it. Want het betekent dat als deze het namelijk, om deze namelijk te laten stoppen, moeten ze ook die invalideren. Maar de gein is, nu heb je ineens een subsidie en je hoeft niet in te breken in de hardware modules bij DigiNotar in die kluizen in Beverwijk. Nee, je pakt één certificaat, die neem je mee terug naar je prachtige, mooie bunkergrond, locatie in Iran. Je neemt het, verzin wat moois, het is dan vaak warmer dan hier, dus zo gek is het niet. Daar ga je naartoe en je gaat dan gewoon alle certificaten, oneindig wat je maar kan bedenken, ga je maar uitgeven. Maar bedenk ook dat ze hier een certificaat hebben gevonden voor addons.mozilla.com. Al die plugins die ik heb, die hadden dus in principe gewoon gesigned kunnen zijn. Daar komt je code signing probleempje ook weer gelijk vandaan. Als je een keer een root CA of een host certificate of een signing certificate ineens in je handen kan krijgen, kun je er alles mee signen en tenzij die hele chain of een onderdeel van die chain hier geïnvalideerd wordt, krijg je het er gewoon niet uit. En werkt het als een soort virus, zeg maar. Nee hoor, is allemaal goed, het is gesigned.
Ah, nee, prima. Cool. Ja, groen, balkje. Oh, je wil je bank in. Nou, geen probleem. Oh, is dat je wachtwoord? Ja, die ziet er kut uit. Ah, fijn. Op deze tafel hebben ze een heel aantal van die rogue certificates gevonden. En op 28 juli zagen ze al de eerste OCSP responder informatie naar boven komen. Wat dus betekent dat het vanaf die datum zo'n beetje gebruikt werd. En dan krijg je de volgende kaart. Beetje klote. Blauwe rookje. Ja, ik heb het niet gemaakt. Komt u even op neer, hier zie je puntjes. Hier zie je rode puntjes. Hier zie je rode puntjes. Ja, goed. Ja. Hier zie je een hele blob met punten. Wat weten we van deze kaart? Veel gebruikers in Iran. Oké, cool. Veel gebruikers in Iran. Dus blijkbaar was de concentratie in Iranese is wel extreem hoog. Want ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is echt dit hele vlak tot en met hier wat hiernaast zit. Dus kun je bedenken dat de buurlanden waarschijnlijk ook al die verbindingen van Iran gebruiken. En deze hele regio is dus uiteindelijk hetgene wat ze in Beverwijk gezien hebben die aan het internet zijn. Die hebben die requests opgestuurd en kregen weer een antwoord. Dit certificaat is een known vraag, vaak goed, maar volgens uw systeem niet. Wie kan gokken wat die andere rode puntjes zijn? Mijn laptop verraadt het. Iron Man. Nee, Tor Exit Notes. Dat zijn Tor Exit Notes. Het is dissidenten die ook aan Tor zijn. Ook de dissidenten connecten dus alles, dus weet je ook weer gelijk dat Tor wel goed werkt. Die dus, al zijn OCSP requests, die gaan dus vanaf hier pas het internet in. No exceptions. Ik heb al gevraagd, zijn er nog andere methodes geweest, er waren geen andere methodes gebruikt. Volgens hun tops. Ik heb het wel eens gevraagd aan Ronald Prins, die baas van. Die heeft bevestigd, het is alleen maar Tor. Nou, hoe werkt dat nou? Net als de checkpoint heb je dus ook iets dat heet Blue Code. En Blue Code, het verschil tussen checkpoint en Blue Code is, voor Blue Code weten we dat ze het helemaal niet zo erg vinden om het ook te verkopen aan een staat die discutabel omgaat met privacy van mensen. Dat zei ik heel politiek correct. Blue Code is het spul wat ze dus gevonden hebben in onder andere in Iran. Helemaal bizar is, en wat Jacob Applebaum een keer verteld heeft bij de NCSC, is dat je soms een management interface in kan gaan van dit soort apparaten en dan alle logs tegen te komen die dat ding dus logt. Dus dan kan je even kijken, wat logt die nou? Meer dan je hoopt. Want hij kan ook correlaties leggen tussen de data. Komt allemaal aan de binnenkant, dat is wel tof. Heel mooi. Again, SSL termination as a feature. Monitoring voor bedrijfsgeheimen is de motivatie. Maar je kan het dus ook inderdaad doen zoals hier aan de rand van je Iranese computernetwerk, waarvan ze weten waar alle glasvezels uitkomen. Precies daar plaatsen ze dit soort apparatuur. De Great Firewall of China is er ook zo in. Alleen dan is het Cisco. Een tikje groter, aangezien dat er nogal wat meer mensen in China wonen. Ja, de setup van die kluis in de kluis in de kluis in de kluis was dus inderdaad van nou, een CA in de kluis, veel beton, access, toegangspassen nodig om überhaupt de eerste kluis in te komen. Daarna kon je nog steeds niks, want het waren allemaal stalen kooien waar je niet in kon komen. Met hardware security modules die aangesloten zijn aan de Windows machine. En de grap is dus... oh ja, ze hadden ook nog iets. Ja, het was op zich allemaal erg, ja. Behalve het monitoring netwerk. Tja, je wilt toch weten wanneer die CA kapot is, toch? Toch? Wat is de uptime van mijn CA? Wanneer doet hij het, wanneer niet? Ja, dat is dus een probleem. Er was dus één Windows domein gefaciliteerd met één domeincontroller die een beetje out of date was. Tja, het was allemaal intern, achter de firewall enzovoorts. En ja, die hebben dus het hele mooie domeincontroller wachtwoord plot admin. In slechte leadspeak.
En daarmee kon Ixun X, zoals hij zich op Twitter in ieder geval voordeed, kon daarmee dus uiteindelijk de grote domain controller spelen. Daarmee kon hij dus de wachtwoorden veranderen. Daarmee kon hij dus uiteindelijk de HSM-modules aanspreken als een van de CA-operators. Andere wat hij heeft moeten doen, daarvan moet ik wel zeggen, dat is, vind ik ook wel eerbaar, is hij heeft zichzelf een hele vage taal, XUDA, aangeleerd. Het is niet zeg maar de normale command line API of zo die je met OpenSSL tegenkomt. Het is iets bedrijfsspecifiek. RSA heeft zijn eigen manier om te kunnen praten met die apparaten, met die HSM-modules. Om dus inderdaad al die certificaten te genereren. En dat heeft hij zichzelf even aangeleerd tussen een paar hacks in. En een beetje lopen tweeten en proberen. En uiteindelijk lukte het hem. Toen hij dus inderdaad van alles nog wat naar boven toveren. En hij heeft daarna al die certificaten cadeau gedaan aan de overheid. Zijn overheid. En dat konden ze dus mooi installeren. Dan konden ze dat dus gaan gebruiken. En voilà, het werkt. De conclusie van het rapport was dat al deze CA's gegarandeerd compromised waren. Hiervan zijn traces in de logs gevonden dat hij dit abused had. Wat niet helemaal duidelijk was in hoeverre de rest uiteindelijk compromised was, maar dit staat iedere regel voor zijn andere CA. Tot en met de Tenet aan toe, de TU Delft, die zijn eigen CA heeft, de Renault Nissan Nederland. Ministerie van IND, ik weet niet eens meer wat dat tegenwoordig is. Ja, laten we zo zeggen, er is best wel wat collateral damage. Voor het geüpdate Black Tulip rapport zou ik zeggen, ga schuren op deze tiny URL. De echte URL staat er in het blauw boven. Black Tulip update streepje pdf. Een punt begrijp ik niet. En ja, zo voor mijn slotwoord is het eigenlijk van, hou er rekening mee. Wie je opponent is, ga er niet vanuit dat zeg maar nu, wat nu vandaag niet kraakbaar is, dat het morgen ineens eveneens niet kraakbaar is of blijft. Altijd iemand die ergens een exploit kan vinden. Ook met de DigiNota case kun je zien dat die gozer dus inderdaad de eerste stomme website uiteindelijk inging. Daarna verder ging de main control, het hele netwerk park. Kaart heeft gebracht en daarna uiteindelijk tot aan de CA's is gekomen. Dus ja, tijd en motivatie. Voor hem waarschijnlijk heel veel motivatie en heel veel tijd. Voor het practicum onderdeel moet je inderdaad aankomen tot aan punt nummer 9 en 10. 8, 9 en 10. De eerste punten zijn belangrijk om te begrijpen wat je doet. En überhaupt om de certificaten te maken. Het laatste is uiteindelijk proberen jezelf of iemand anders uiteindelijk de man in de middelen. Vraag. Leef je hier toch? Ja, ik heb energie drank. Ja. Ja, certificaten zijn in het algemeen best duur. We hebben toevallig gekozen om hier omheen te krijgen van een CA. Start DLS. Start SSL. Start SSL. De straat is voor persoonlijk gebruik. Ja. Die heb ik voor paintball wedstrijd ook. Feestje of een tijdje wat ik probeer te organiseren, heb ik inderdaad die dat certificaat systeem tussen iemand anders kwam dan ik. Ik wist niet eens dat ze gratis waren tot wat ik had gebruikt. Dan moet je wel je hele hebben houden dus doorgeven. Ja, je moet dat eigenlijk op PC. Ja, tenzij je een CA kan vinden die gewoon zegt, iets met een creditcard is goed. Het is wel het lastige van de CA-wereld. Sub-CA's zijn vaak ook van de subcontractors en RA's onder een bepaalde CA. Doe je dit niet goed, dan kan jouw hele sub-CA in jouw business dus even naar de knop gaan. Je kan dus een sub-CA gaan draaien en verkopen vanaf je slaapkamer zo'n beetje. Dus je mag
geld neertelt eerst om te gaan doen, dan kun je dat daarna inderdaad gaan exporteren, dat is onmogelijk. Dat is volgens mij best wel wetgeving over. Wetgeving. Ah, ik heb het laatst opgezocht, er waren 20 pagina's van. Ik ben benieuwd wat je gevonden hebt, want ik heb laatst, ik kun je nog een filmpje laten zien van de CCC. Dat was Axel Einbach, die heeft bij Hof, dat is Digital Freedom, gewerkt, dus weer bij de UvA. En toen constateerde dat de regelgeving over CA en certificaat gebruikt eigenlijk niet bestaat en alles is onder ontwikkeling. Dus het is heel veel en op Europees niveau proberen ze nu af te dwingen hoe de CA's moeten gaan functioneren. En reguleren dat ze zo gaan functioneren. Maar er zijn nog geen regelgeving. Ik ben heel benieuwd wat je gevonden hebt, ik kan het altijd doorgeven. Maar rechtmatige dingen, wet thuis vind ik niet zo helemaal thuis. Ik weet wel dat je, als je bijvoorbeeld signed e-mail krijgt, dan is het wel meestal een bindende e-mailtje. Dus machine-to-machine interactie, het SSL-gebied en deze dingen. Dat is wel volgens mij een Kan je dit tentamen makkelijk halen zonder het boek te hebben, maar gewoon door online alles op.